In 1910 werd aan de Wierdensestraat een agentschap van de Nederlandse Bank geopend. Dit gebouw zou later nog een grote rol spelen. Niemand zo goed, hij is de held voor mij. Nou, schoenmakerij Flink is gevestigd nu op de Roze Luxemburgstraat 19 in Almelo. En we gaan nu straks volgend jaar in oktober gaan we ons verplaatsen. Precies in het hartje van Almelo, midden in het centrum. Dat is de bedoeling. Wat verwacht je daarvan? Denk je daar meer omzet te halen? Nou, omzet dat weet ik dus niet, maar ik weet wel dat de locatie die we krijgen, dat wel een heel unieke plaats is om weer verder te gaan in de ambacht voor de schoenmakerij. En daar zijn we wel heel erg blij mee. Vandaag is de starthandeling gedaan voor Haven Zuid. Woningen, appartementen en winkels. Een mooie verandering in de stad, een mooie ontwikkeling in de stad. Waar wij als provincie ook graag aan bijdragen. Het helpt mee voor een totaalplaatje van Almelo. Almelo in ontwikkeling, op weg naar de toekomst met goede veranderingen in de stad. Met veel plezier kom ik dan ook weer even kijken wat het resultaat is geworden. Dat is dan de Havenkom, dat is in 2018. Daar ben ik met alle plezier weer bij, want het is natuurlijk een prachtige ontwikkeling die gaande is. Almelo bereidt zich echt voor op de toekomst met alle mooie veranderingen die gaande zijn. Het water is vandaag letterlijk met de regen er ook nog bij. Veel water in Almelo. Er wordt ook veel meer groen teruggebracht en hele mooie nieuwe gebouwen passend bij de vraag die er is. Voor de rest zijn we buiten geweest natuurlijk. We mochten met de hamers de palen in de grond slaan als start van de bouw. Bouw was ook al gaande. Ik denk dat het goed is om even een moment te markeren van kijk waar wij mee bezig zijn. Kijk welke mooie verandering eraan komt. Maandag beginnen. Heel goed. Had jij er nou pijn, hè? Ja, ik heb nou wat pijn.